goed. Je ziet dat hij zeg maar... Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Het is heel lang geleden dat ik dit gedaan heb. Dat ik dit zo heb gezegd. Want ik heb ontzettend lange video's meer opgenomen. Maar ik ben terug als het goed is. Hoop ik. Ik wil weer vaker weekend video's gaan maken. En ik ben van de week bij de Primark geweest. En dan was ik foto's aan het shooten voor mijn eigen webshop. Waaronder deze trui. Voor wie ik niet weet, kom wel mijn eigen webshop waar ik ook kleding verkoop. En toen begon het, ik was van mijn vriendinnetje aan het foto's aan het maken. En toen was ik. En toen begon het keihard te hozen. Dus dat ging echt niet. En toen dacht ik, nou nu ik toch me heb opgemaakt en aangekleed ben op deze dag, ga ik gewoon mijn Primark shoplog opnemen. Dus ik ben bij de Primark geweest. En als webshop eigenaar vond ik het heel lastig. Want prijzen zijn daar nog goedkoper bijna dan bij de groothandels waar ik mijn kleding inkoop. Dus eerst dacht ik echt, wow, hoe kan ik hier als webshop ooit tegenop? En toen dacht ik als Charlotte de YouTuber, yes. En als Charlotte als persoon, wat een leuke kleding. Want ik was een tijdje niet geweest. En echt super veel leuke kleren. Mijn stem is een beetje... maar weet je wat vast? Het staat heel erg leuk als je duimpje omhoog doet. Als je het leuk vindt dat ik weer terug ben met weekendvideo's en weer met de shoplog. En dan gaan we gewoon lekker meteen beginnen. Ik ben bij de Primark in Almere geweest trouwens. Okido. Let's get started. Wow. Het eerste wat ik heb gekocht vind ik echt fantastisch. En dat is dit panterrokje. Het is wel echt een mini rok. Echt wel heel erg kort. Dus van voor wel prima, maar van achter bij je bil is het echt kort. Dat als je staat dat het goed is, maar als je een trap oploopt, zo kan het eigenlijk echt niet. Maar ik dacht met een panty, ik denk voor mijn werk, vind ik het printje gewoon kunnen, maar denk ik dat het te kort is. Maar met een panty gewoon voor de rest kan het denk ik wel, want als je niet gek doet, is het gewoon degelijk. En hij kostte 15 euro. Daar kan ik gewoon niet tegenop. Kijk het printje. Zo leuk. Heel blij mee. En ik ga je straks het aanbod laten zien. Want er zit iets heel leuks bij. En dat is namelijk een jasje. En dit is waarom ik eerst echt gek werd. Want ik heb precies zo'n soort jasje met dan een wat wittere print. Voor een hoger bedrag gezien bij een groothandel. En dan moet je hem dus nog duurder maken als je verkoopt in je webshop. Dus toen dacht ik echt. Dit jasje heb ik in maat 14. Dit jasje is 21 euro. Het is echt wel wat duurder dan het rokje. En het ziet er zo uit. En het is gewoon echt helemaal matching. Ik zag hem al voorbij komen. Een dag nadat ik hem gekocht had bij iemand op Instagram of zoiets. Niet iemand die ik kende, maar gewoon een random persoon. Het is een kort jasje. En meestal draag ik echt wel oversized spijkerjassen. Maar met zo'n rokje. Hoger rokje en dan een topje. En dan zo'n jasje is echt amazing. Ik hoop dat ik het ook wel echt ga dragen. Want zoals ik al zei, ik werk natuurlijk bijna elke dag. Nu op donderdag niet meer. Maar dit is wel... Het is ergens gewaagd. Omdat het rokje vooral zo kort is. Verder vind ik het printje best wel degelijk. Echt wel gewoon een denim. Dus hier ben ik echt super blij. En dan heb je dus gewoon voor 36 euro gewoon een super leuke set. Panty, schoentjes, laarsjes, basic shirtje. Echt super leuk. Dit is het jasje. Wat zien jullie dat? Wow, dit kan niet. Wat moet ik hier aan doen? Zo, dus je ziet dat hij zeg maar echt als een one piece valt. Dat het rokje en dit precies op gelijke hoogte zit. Zien jullie? Dus dat is wel echt... Super leuk. Dit topje kan echt niet. Ziet er nu niet uit. Maar ik heb het wel aan jullie laten zien. Ik weet dat sommige mensen er niet tegen kunnen als ik niet een goede set meteen aan jullie laat zien. Maar. Ach. Even van dichtbij. Leuk. Ja, niet leuk met grijs haar. Niet leuk met de blauwe body. Maar zo. Leuk. Toch? Ja, ik vind hem super leuk. En ook niet zo heel erg extreem heftig. Dus. Leuk, leuk, leuk. Ook leuk voor de winter. Herfst. Nog iets wat ik heel erg leuk vind. Wat ik wel al een tijdje lang... Na een tijdje niet echt bewust dat ik het zocht. Maar meer dat ik al wel vaker dacht van... Oh, ik denk dat dat me wel leuk staat. Maar ik heb best wel een aanwezige buik. Dus als iets heel erg strak valt, dan werkt het zeg maar niet voor mij. Dit is dus van de Ikea. Ik weet niet of je het kennen. Dat doe je zeg maar achter je gordijn. Als hij het kwijtraakt, wordt hij gek. Hij speelt hier altijd mee, hè. Boeps. Nou, één keer. Bobby is een hond. Dit is een zwart ribbelstof, zacht ribbelstofje, weet je wel, zo'n standaard stofje. Ik weet niet hoe dit heet, maar zo'n zwarte ribbelstof. En het is zo'n overgooier, noemde ik het vroeger. En hier doe je dus een shirt onder, wat ik wel lastig vond, ik wilde hem laten aandoen. En toen deed ik er dus, ik dacht, mooi een strak shirt, weet je wel, je borst er mooi uitzien, dat je wat slanker lijkt en dan wat losser dit er overheen. Maar het was helemaal grijs, jongens, ik word er gek van. Maar dat stond niet zo leuk, dus... Hebben jullie tips van hoe jullie dit zouden combineren? Ik weet nog niet hoe ik hem in het aanbeeld aan jullie ga laten zien. Maar er komt een aanbeeld, want zwart is altijd heel lastig om te laten zien op beeld. En deze kostte 15 euro.
echt niet duur. Kijk, ik heb even dit shirtje gepakt omdat dit strak zit. Maar ik vind dit niet een hele leuke combi. Wil je trouwens zien hoe ik het uiteindelijk ga combineren, moet je dus even naar mijn Insta gaan. Want het zijn allemaal wel outfitjes die heel erg leuk zijn voor Instagram. Ik ben echt, als je hier voor het eerst bent, denk je echt, deze chick heeft zo'n rare stijl. Ik wil gewoon even puur de items aan jullie laten zien. Wat draag je hier voor shirtje onder? Want ik vind als je zo'n zwart shirt eronder doet, vind ik het altijd weer een beetje wegvallen of zo. En wit is een beetje keukenschort. Maar het is wel duidelijk dat dit ook echt niet leuk staat erin. Dit vind ik niet leuk. Terwijl het wel echt een soort van sexy dingetje is. Dan iets wat ik echt al wel heb, maar die is gewoon best wel viezig en zo. En deze is toch net anders. En dit moet je gewoon, als het weer koud wordt, hebben van de Primark. Voor 16 euro zo'n fluffy vest. Echt heel erg mooi wit en heel erg lekker fluffy. Super chill. Model niet heel lang, niet heel kort. Dus gewoon echt perfect. Dan heb ik voor 8 euro deze body. De rest kon ik een beetje over me heen aantrekken. Maar voor me houden, maar hiervan heb ik eigenlijk geen idee hoe die gaat zitten. En of het me gaat staan, maar ik vond hem gewoon zo leuk. Ik weet niet, iets wat ik niet heb en wat ik gewoon wilde proberen. Er is wel een kans dat dit echt niet lekker gaat zitten, want dit is echt zo heel erg dik. Dat je dat echt zo voelt zitten, maar ik vond hem gewoon super leuk. Als iets niet leuk is, kan ik het altijd terugbrengen. Oké, jongens, even twee items in één. Vind ik de body leuk bij mezelf staan. Ik heb het trouwens over mijn panty heen gedaan, zodat je het dus niet zo voelt. Ik vind hem wel leuk. Ik laat dus even niet de beste combinaties ooit zien. Ik doe het ook niet op een joggingbroek, wat ik vroeger deed. Maar ik ga niet nu helemaal nadenken hoe ik het wil stylen, want dan ligt mijn hele kast straks overhoop. Ik vind het wel een mooie body. Ik vind hem wel sexy of zo. Ja. Hoe ik hem ga dragen weet ik nog niet. En het vest vind ik gewoon heerlijk. Ik vind dit altijd wel een beetje lelijk als puntjes naar elkaar toe gaan. Maar je kunt hem een beetje open, een beetje dicht. Ook dit zou ik leuker vinden op een spijkerbroek. Ik laat de items nu gewoon natuurlijk even puur zien voor jullie hoe ze zijn. Niet zozeer per se hoe ik ze zou combineren. Maar het is gewoon een heerlijk, lekker fluffy vest. Als je het er even zo ziet, met mijn mooie grijze oma haar, vind ik dit wel leuk samen op zich. Maar ook zo zwarte broek misschien, zwarte skinny. Help me jongens, hoe zouden jullie het dragen? Ja, ik vind het wel leuk. Dan ben ik niet echt een fan van rood. Grappig, ik film weer en het voelt gewoon weer helemaal vertrouwd. Het is wel echt heel leuk. Nee, boep, straks eventjes, ja. Deze trui is 16 euro. Het voelt echt als de dag van gisteren dat ik in pashokje shoplogs en gewone shoplogs tegen jullie zei heel gek, ik ben op chenille-stof. En dat hangt er nu dus alweer. Het voelt de zomer zo ontzettend snel gaan. Kunnen jullie dat ook? Laat even weten of je het ook vindt. Een hele lekkere grote trui, maar deze heeft een V-hals. Hij is wel iets anders dan de trui die ik al had van chenille. En ik vind het wel tof om zo'n kleur vaker te dragen. Zo zacht, leuk. En doordat het een beetje een opvallender kleurtje is en niet oud roze of zo, maakt het je ook wat minder sloom, denk ik. En juist weer iets meer pittig misschien. Dit kan ook heel leuk zijn op een panty trouwens. Ik heb dit nu ook op een panty aan. Het is zo chill. Oké, zo gecombineerd vind ik hem wel heel erg kerstachtig. En ook echt niet iets dat ik zou dragen, maar ik hou ook echt niet van primaire kleuren. Ik word er altijd een, zeg maar heel erg gelukkig van roze en zo. Ik vind hem zo niet, nou, dat jullie hem nu ook niet heel erg leuk vinden. Even zonder dat zwart, als je hem nu op een spijkerbroek zou indenken. Ik weet niet of ik hem echt heel met mijn gezicht. Ja, zie je? Zo vind ik hem dus wel gewoon mooi. Ik denk op een spijkerbroek. Laat even weten hoe jij hem zou combineren. Ik hou gewoon niet zo van de combinatie rood en zwart. Ik had ook altijd een meisje die altijd rood en zwart droeg. En een vriendinnetje Jimmy en ik vond dat altijd verschrikkelijk. Maar ik hou hem zeker. Ik vind hem gewoon echt heerlijk. Ik heb niks zo in mijn kast, maar ik vind hem zo niet leuk. Zo wel. Dus met een blauwe broek of iets. Echt wel leuk. Yes. En met een panterrokje. Oeh. Zouden jullie dit doen? Wel heftig. We zijn er al bijna. Wow. Ik ga er ook gewoon snel doorheen, want ik ga er niet te veel over kletsen. Deze is ook 15. In legerprint. En als ik hier ook een jasje bij. Ik heb zelf een jasje hoor. Maar een matching kort jasje had ik waarschijnlijk ook gekocht, maar die zag ik niet. Jongens, dit is toch gewoon een oma. Dit kleurtje, dat is niet normaal. Jammer. Super, super leuk broekje. Oké, ik vind deze rok super leuk. Deze trui is een beetje te heftig. Maar die trui ik nu even aan. Kijk, hij staat echt heel erg mooi. Jullie zijn heel ver weg. Ik kan niet heel erg goed zien hoe jullie het nu zien. Maar voor heb je er niet echt hele goede billen in ofzo. Maar kijk, hij is gewoon wel netjes. Ik vind dat ik dit wel op mijn werk gewoon aan kan. Qua lengte. Ik vind hem ook niet ordy of zo. Deze trui is twee keer print op elkaar, is niet zo leuk erin.
Maar hij is echt super leuk. Kijk, zo zien jullie misschien nog wel veel beter. Mooi. Hele leuke rok. Zeker heel erg blij mee. Leuk. Leuk, leuk. Dit? Oh, hij is maar 2 euro. Dat wist ik niet. Dit is K-pop van dat schattige soort van Japansachtige merk wat ze nu hebben. Kijk. 2 euro marshmallow dan bestaan. Ik dacht echt, hoe dan? Oh my god. Het kan toch niet goed zijn? Jongens. Is het wel echt tandpasta? Dit ruikt 100% naar marshmallow. Tandpasta met snoepsmaak speciaal ontwikkeld om het vormen van tandsteen te voorkomen, tandvleesproblemen te verminderen, plak te verwijderen, gaatjes tegen te gaan. Product bevat vanille, kleur kan afwijken van de afbeelding. Maar dit wil je gewoon eten. Oh, als het iets langer in je mond zit, dan proef je wel. Kan je dit doorslikken? Ik doe het nu, want ik heb geen opstaan. Wat? Het smaakt echt naar de romigste vanille marshmallows die je ooit geproefd hebt. Het begint een beetje te tintelen op je tong, wat tandpasta ook heeft. Daardoor proef je dat het geen snoep is. Het gaat ook helemaal een soort van schuimen, alsof je een soort van marshmallow op de barbecue hebt gedaan. Waarschijnlijk word je hier heel misselijk van. Maar ik vind het wel leuk dat ik het gekocht heb om het te proberen. Ik ga dit even hierin doen, dat ga ik toch wel van je. Heel raar. Maar het is wel het proberen waard voor 2 euro. Ik word er ook echt misselijk van. Oké. Ik ga nu al aanbeelden maken, maar die hebben jullie al gezien. Ik hoop gewoon echt dat jullie het leuk vonden dat ik weer terug ben. Gewoon met een ouderwetse shoplog. Het was echt een van mijn eerste video's. Het was een Primark shoplog. Ja, wil alsjeblieft een duimpje omhoog. Zou ik echt heel erg waarderen als je het natuurlijk leuk vond. En laat even weten of er video's je nog meer van me wil zien. Wat je van deze video vond, wat je van de kleding vond. Wat je ervan vindt dat ik weer terug ben met weekendvideo's. En ik hoop dat ik jullie weer zie bij mijn weekvlog volgende week woensdag om 6:30 ochtends. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk tot dan. Doei!